Kijk eens Botlek TV, Link Media. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Op een hele rare locatie zit ik. Dierenopvangcentrum, Spijkenisse. Ik wil eruit. Ik voel me opgesloten. En al die katten en die honden die hier zitten. Vele tientallen. Die willen net zoals ik, willen ze eruit. Help ons. Monique. Haal me eruit alsjeblieft. Monique van de Klooster. Van Dierenopvangcentrum Spijkenisse. Dankjewel dat je me hebt bevrijd. Maar je zou nog veel meer dieren willen bevrijden, hè? Hoeveel heb je die hier zitten? Ik heb ongeveer 40 katten zitten. En tussen de 40 en de 50. En tussen de 20 en de 30 honden. En die zijn allemaal op zoek naar een nieuw baasje? Ja, allemaal op zoek naar een nieuw thuis, naar een gouden man. De dieren komen hier met de dierenambulance, opvang op allerlei manieren. Tot zelfs dat ze aan het hek worden vastgebonden, is dat niet? Ja, dat klopt. Ja, jammer genoeg wel. Ja, jullie zouden toch wel heel graag willen dat de kennels helemaal leegkomen. Dat de dieren bij mensen thuiskomen. Of er nou Spijkenisse is of ergens anders op Voor in de Putten. Maakt allemaal niet uit. Nee. Mensen kunnen jullie opzoeken en ook naar de dieren kijken via een website. Ja, wij hebben een website. Dat is ikzoekbaas.nl. Daar staan alle asielen op die aangesloten zijn bij de dierenbescherming. En dan kunnen ze alle katten en honden en zelfs andere dieren opvinden. Alle honden, alle katten zijn even belangrijk. Zeker. Maar Botlek TV, Link Media haalt er elke week eentje eruit. Ja. Dat wordt het dier van de week. Ja. En daar ga jij dan wat over vertellen. Absoluut. Jij wordt eigenlijk de nieuwe presentator van Botlek TV, Link Media. U hoort het, kijkers, Botlek TV, Link Media. Kom naar hier. Kijk op de website. Ik presenteer de nieuwe presentatrice van Botlek TV, Link Media, Monique van de Klooster. Veel succes. Nou, daar zijn we weer. We willen je deze keer voorstellen aan onze Nikki. Een fantastische Griekse hond van bijna 5 jaar. Nikki is al 342 dagen bij ons. Dat zijn er minstens 300 te veel. Wij hadden eigenlijk verwacht dat er wel voor die tijd iemand voor hem zou komen. Maar Nikki is niet de makkelijkste hond. Zoals hij er nu uitziet op het plaatje, denk je, ja, niks aan de hand. Die neem ik mee in mijn huis. Maar de waarheid is anders. Nikki heeft een terrein nodig waar hij over mag waken. Waar hij ook deel is van het huisgezin. Waar hij begrepen wordt voor wat hij is. En waar een waakhond gewaardeerd wordt. Hoe erg waakt Nikki? Op het moment dat je in de woonkamer zit met je visite, lijkt er niks aan de hand, maar als die visite een verkeerde hand uitsteekt, dan gaat hij waken. En hij durft dan echt zijn tanden te gebruiken, dus hij bijt. Ja? Nikki is niet de makkelijkste. Echt niet. Naast dat Nikki niet de makkelijkste is met karakter, heeft hij ook nog een ander probleem. En dat is dat hij flinke allergieën heeft. Hij mag dus echt alleen maar zijn dieetbrok. En hij heeft elke dag een tablet nodig, een Apokel-tablet. Dus het brengt ook wat meer kosten met zich mee dan de gemiddelde hond. Dat maakt alles bij elkaar het plaatje dat hij niet snel geadopteerd wordt.
wij hopen dat er nu iemand kijkt met een met aardig wat kennis en ervaring met dit soort honden. Met een leuk terrein waarop Nicky zijn eigen ding mag doen. Maar waarbij die wel part of the family mag zijn. Mensen die hem echt bij de visite weghouden. Mensen die snappen dat een dergelijke hond echt wel meer aandacht nodig heeft. En dat je gewoon uit moet kijken met zo'n hond. Kom. Goed zo, Nicky.